518 vogels staan hier in het gemeenschapshuis in Meersen in kooitjes. Iedereen kan de vogels komen bewonderen en ze worden gekeurd. Daarmee zijn de vogels en hun liefhebbers in de prijzen gevallen. De vogels zijn door gespecialiseerde keurmeesters gekeurd. Maar waar letten zij eigenlijk precies op? Ten eerste wordt bekeken, is die vogel in conditie? Is hij helemaal compleet? Ja, dus ik bedoel, heeft hij alle nageltjes? Is zijn snavel goed? Nou, dan ga je kijken van, zit zijn bevedering? Heeft hij een goed pak aan? Hè? Als wij naar bruiloft gaan, dan doen we ook ons beste pak aan. Dus het is de bedoeling dat deze vogels dat ook hebben. En dan ga je kijken, is die vogel een beetje show gewend? Hè? Een beetje rustig? Presenteert hij zich goed? Dan krijgt hij allemaal punten voor. Dit is de mooiste cultuurvogel. Dat is een cape van Wilma Kortraat, van een vrouwelijk lid bij ons. En ja, die heeft ieder jaar wel hele goede vogels. En die is de mooiste cultuurvogel. Probeer maar eens rustig te krijgen zoals hij nou is. Want het is eigenlijk een vogel uit de natuur. Hè? Maar probeer maar eens te kweken en dan zo rustig te krijgen. Dat, ja, is dat bijzonder? Ja, daar is toch wel een half jaar mee bezig. Altijd veel met in de kooi en weer uit de kooi, weer in de kooi, met lopen. Veel aandacht geven, dan gaat dat wel. Hè? Wilma is dan ook heel blij dat ze in de prijs is gevallen. Ja, dat is ja, de eer van je werk wat je dan hebt. Hè. Dus dat is wel altijd spannend als je ze zet van ja, wat wordt het? Hè. En bent u dan ook echt trots op ze? Ja, zeker ben je daar trots op, want dat doe je het voor. Hè. Ja. Je doet het niet voor het geld, want we hebben hier geen geldprijzen of dergelijke. Je doet het gewoon voor de eer. Ook de bezoekers zijn onder de indruk van de honderden vogels. Mooie tentoonstelling, mooie verschillende collecties, dus veel variatie. Daar gaat het ook om, niet altijd dezelfde kleuren, dus je kunt van alles bewonderen. Nou, ik ben pas hier, maar ik vind het nu wel leuk. De vogels worden 24 uur per dag verzorgd en in de gaten gehouden, dus ook 's nachts. Nou, je hebt wel soms last van die kromsnavels. Wat doen die? Die gaan met die snavel zo langs die draad. En wij liggen hier op de bühne en dan hoor je dat wel. Dus dan ben je soms wakker. Maar zijn ze over het algemeen wel stil als je gaat er bijvoorbeeld een doek over of hoe zit dat? Nee, het licht gaat uiteindelijk uit en de noodverlichting blijft dan wel aan. Dus ze hebben toch wel een beetje schemer. En ze zijn wel doorgaans allemaal rustig. Behalve die kromsnavels, die maken nog wel wat kabaal s'nachts. Dus je heeft wel een beetje kleine oogjes. Kleine oogjes. Dus misschien ook nog aan me te zien.